Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. We hebben te maken met een zwakke storing die zorgt voor meer wolken in het noorden van het land. Maar in het zuiden en midden is het vanochtend nog vrij zonnig en droog. Later in het noorden misschien een enkele winterse bui vanochtend en het vriest veelal licht tot matig. Vanmiddag loopt het kwik op naar 2 graden in het noordwesten. In het midden en oosten blijft het licht vriezen. En hebben we een afwisseling van wolken in het noorden van het land en zon in het zuiden. En er kan dus een winterse bui vallen en er is kans op gladheid. Dat is vanavond ook het geval en dan gaat het overal licht vriezen. En vooral in het zuiden blijft het dan ook droog. Morgen is het in het hele land droog. Misschien kan er nog een enkele winterse bui vallen langs de kustprovincies. Verder is er een mix van zon en wolken en wordt het in de middag 0 tot 4 graden. Ook op donderdag hebben we een nagenoeg droge dag met wolkenvelden en wat zon en in de middag 1 tot 4 graden. Vrijdag krijgen we neerslag van het westen uit en zaterdag ligt het kwik tussen de 4 en 7 graden en hebben we zachter weer met veelal wolken en soms wat regen. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.